We zijn dood. Oh, 3 HP! Wat zal jij balen! Hey Pokémon trainers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Pokémon Ultramaan. Wij gaan verder waar we de vorige keer gebleven waren. En dat is dat wij waarschijnlijk binnen nu en deze aflevering de maan en de zonfluit gaan gebruiken. En dat wij even onze weg daar doorheen moeten gaan vormen. Willen wij dat kunnen gaan doen. Dus ik zou het zeker weten tof vinden als jullie even op het duimpje omhoog drukken. Doe dat even voor mij. Dat zou super awesome zijn. En mocht je dat gedaan hebben, abonneer ook even meteen hieronder. Voor meer toffe video's elke dag. Ja, dit is eigenlijk een psychic Pokémon. Het enige wat ik kan bedenken is even een flamethrower te doen. Want wisselen is op zich niet echt bepaald slim. Eigenlijk moeten we Gengar hebben of zo die het even hier af komt maken. Hij is wel echt cool, hè? Het is zeker wel een stoere Pokémon. We zouden gewoon een Z-move kunnen gooien. Dan is hij zeker weten knocked. Go! Doe je Z-move, Typhlosion! Maak hem af! Yeah, go boy. Unleash the full power. Gas erop met je Inferno Overdrive. Go boy. Yeah. Bats hem. Doei. Doei. Hoppa. Zie je? Knocked. Oké, nu gaan we even kijken waar hij mee gaat komen. Misschien dat we een slimme wissel gaan doen. Eens even kijken. Banette. Nee, dat wordt denk ik Gengar. Even kijken. Gengar. Ga jij het maar even doen, jochie. Hey, jij ook hier. Ik heb een verrassing voor je. Een gigantische grote schaduwbal. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Jawel, hè. Doei. Hij is er blij mee. Hij is er zo blij mee dat hij me door laat gaan. Top, man. Goed bezig, ouwe. Typhlosion level 50. Nou, 5 levels verwijderd. Bijna 6, want Gengar is bijna level omhoog. Maar 6 levels verwijderd, in ieder geval, van Gengar. Dat houdt in dat we echt goed bezig zijn. Want als ik kijk naar de Pokémon's die we momenteel hebben, dan zie je dat er dus een gigantische groei in het team zit. Ik snap niet dat Typhlosion zo keihard aan het gaan is, want die gaat gewoon Rambo. We zouden ook even een andere Pokémon er neer kunnen zetten, zoals Linkenrock. Zullen we dat doen? Laten we Linkenrock er weer neerzetten. Maar ik ga hem echt tot mijn sterkste Pokémon bekronen. Let maar op. Oh, kan hij langs met... Kan ik hier nou wel of niet langs met Taurus? We gaan het beleven. Een Duck Trio. Ik ben, weet niet of ik deze kan ontsnappen. Ik hoop het. Yes, top. Ik heb niet zoveel zin om alleen maar Duck Trio's tegen te komen. Even kijken. Taurus. Yes. Go boy, rach hier even doorheen. Ik heb geen idee wat hier zit. Oh, een Pokéball. Een proteïne. Lekker hoor. Een beetje proteïne. En drie keer raden, weer een Duck Trio. Nee, een Golbat. Ik weet niet of we deze kunnen ontsnappen. Ja, denk het wel. Maar we kunnen hem ook even afmaken. Dan zijn we level omhoog. Doe maar Rock Slide. Doei, Golbat. Maar we zijn wel level omhoog. En dat is top. Krijgen we veel XP? 500, denk ik. Zo, 1300 even. Niet verkeerd. Gengar is ook level omhoog. Precies. Nou, dat is top XP dit. Heel blij mee. We gaan even deze trainer battelen. Want ja, dit is gewoon lekker free XP. Spinda! Ja, het beste hiermee is een vechttype, maar die hebben we niet. Dus dat is een beetje lullig. Laten we continu al crush gooien. Go, Linkenrock! Crush die kleine Spinda. Boom! Ik denk niet dat het echt super effectief is. Of toch wel. Doei, Spinda! Groetjes! Gaat je goed? Doei! Greninja ook level 50. Nice! Top, man! Nou, als we op deze manier door blijven gaan, hebben we aan het einde van de grot hopelijk Linkenrock een beetje op level 45. 50. Dat zou het mooiste zijn. En elke Golbat die we gewoon tegenkomen, die killen we gewoon. Oeh, een Carbink! Deze zouden we ook nog wel kunnen aanvallen. Of niet? Ja, Zullen we hem gewoon ontsnappen? Het is nou niet echt dat iets super effectief is of zo. Maar we hebben wel een Pokéball. Een Max Potion. Nice. Hey, jullie daar. Kom even met z'n twee tegen mij battelen, joh. Ben je bang? Kom erop. Een Sandslash en een Ninetales. Allebei ijstypen. Yep. Ik heb een Raichu en een Linkenrock. Nou, dat vinden jullie wel leuk, denk ik. Uh-oh. Ze laten een waarschuwing zien. Er komt sneeuw bij kijken. Lekker dan. Als we slim zijn, doen we Rock Slash. Of ik bedoel, ja, Rock Slide, sorry. Op ze allebei. En doen we met Raichu een Psychic aanval op de Ninetales. Oh, Sandslash dodge mijn aanval. Wat een boef, hé. Oké, Ninetales is sowieso neer. Doe je Ninetales. Het gaat je goed. Nou, nu die Sandslash nog neerkrijgen. Zo, Raichu krijgt even 2000 XP. Oké. Metal Claw. Ja, lekker, tuurlijk. Meteen op Linkenrock. Waarom doe je Raichu niet, joh? Dat is echt niet chill, dit. Laten we hem dan even crunchen. En Raichu, doe jij even een lekkere Psychic aanval. Go, boys. Nou, dat doet niks. We hadden dus wel Rock Slide moeten nemen. Maar ja, die net dodgede hem.
Beetje risicootje. Metal Claw. Nee, doe nou niet Lincoln Rock, jochie. Waarom doe je dat nou? Kengar, maak hem maar af, boy. Gooi maar een lekkere dikke schaduwbal op die Sandslash. Ik ben er ook klaar mee ook. Hier, alsjeblieft. Ah, die aanval, die dodgt hij dus ook weer? Lekker dan, die Sandslash. Die dodgt alles gewoon. Nou, go. Nu mag hij wel even een lekkere schaduwbal eten. Doei, Sandslash. Draait je goed. Alleen ik baal een beetje dat mijn Lincoln Rock zo, lekker. Dat mijn Lincoln Rock is uitgeschakeld. Hé, hey, zo. Dat wou ik zeggen. Maar als het goed is, hebben wij nog een Max Revive. Hoppa. Bingo. Oh, hier, zo kan je eromheen lopen. Dat is niet nodig. Zo, we rachen even alles kapot, joh. Kom hier. Golbat. Nee, Carvink. Hé, hey, Lincoln Rock, je leven, jochie. Wat tof om je er weer bij te hebben. Zo je ziet, lopen we de god uit. Staat Lily daar ons op te wachten om ons te genezen. Zo gaat het altijd. Let op. Oh, je kan een rondje eromheen lopen. Oh, nice. We hebben weer een nieuwe Max Revive. Top. Zo, even een lekker rondje gerend. Oh, je moet wel afstappen. Anders komen we er niet langs. Tuurlijk. Oh nee, Lily staat dit keer niet te wachten. Nou, dan toch een goede keuze die we gemaakt hebben. Hé, hey, trainertje. Ah joh, ik ga sowieso met iedereen in deze god battelen. Waarom? Omdat ik gewoon de XP nu nodig heb voor het team. Hallo, hiker. Kabutops. Zo, vet. Nou ja, laten we maar een Thunderfang op jou gooien. Want bliksem, dat vind jij niet leuk. Hier. Bam. Kijk, dat is super effectief. Hier, nog een Thunderfang. Hij is wel een snelle Pokémon. Maar, hé, hey, niet opgewassen tegen mijn Lincoln Rock. Lekker, boy. Goed gedaan, gozer. Kijk, waar gaat hij mee komen? Een Tyranitrum? Ik laat hem staan, denk ik. En ik ga, denk ik, mijn Z-move gooien. Hij is wel cool, hè? Moet je nagaan dat ik die Pokémon ook naar deze game had kunnen gooien. Maar nee, niet gedaan. Go, Lincoln Rock! Val aan! Hopelijk doet dit wat. En kunnen we met de tweede move afmaken. De eerste move gaan we hem sowieso niet kunnen beaten. Nou, ik denk tweede move ook niet. Nee, niet echt effectief, jochie. Doe maar een crunch. Hopelijk flincht die door de crunch. Nee, hij flincht niet. Chips. Oeh, hij is confused. Nice. Top. Kijk, dit gaat super. Hoppa. Tyrantrum fainted. Lincoln Rock level 45. Lekker, boy. Goed gedaan, gozer. Rockclimb, nice. Even kijken, wat 90 om 85, Trash tot 120. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga geen normal move erbij gooien. Ik dacht dat het echt een rotsaanval was. Maar we zijn echt een beetje grond en rock en dat soort aanvallen nodig. We hebben nu dus een rock, een dark, een elektriciteit en een normal aanval. Kijk, zoiets is top. Want dan kan je gewoon lekker afwisselen. Lily, sta je hier op mij te wachten? We gaan door deze geheime tunnel. Pokeball. Een geheime pokeball. Een Carvink weer. Waar heeft dat beest last van? Laat me gewoon met rust, joh. Wegwezen jij. Nou, let's go. Oh, er staat een trainer te wachten op ons. Hallo. Jij wil battelen? Dat kan hoor. Kom maar op. Ik zal je even lekker in de pan hakken. Oh, Xatu. Epic. Kijk, we hebben in ieder geval Rock Slide. Dus dat moet super effectief op hem zijn. Als we als eerste mogen aanvallen. Waarschijnlijk gaan we nu dood. Ja, dan is Gengar toch onze meest safe optie met de Shadow Ball. Waarom moet ze altijd Lincoln Rock uitschakelen? Waarom? Nou, hier. Oh, oké. Doei, Gengar. Jij bent ook dood. Ja, super effectief. Ja, doei, Gengar. Tot ziens. Raichu dan. Elektriciteit. Gooi maar even wat bliksem op hem. Doei, Raichu. Want dit is ook weak op jou. Tot oh, nee. Nice. Top. Een critical hit plus paralyzed. Nou, beter kan het niet. Hier. Boom. Oh. Dacht dat hij wel dood zou zijn nu. Uh-oh. Nou, kom op, Raichu. Laatste klap. Geef hem nog even een lekkere klapper. Doei, Xatu. Het gaat je goed, jochie. Hoppa. Raichu level 47. Wat is je volgende Pokémon, mevrouw? De Setchui, level 46. Nice. Kangaskhan, awesome. Ik denk dat onze Greninja het meest opgewassen is tegen Kangaskhan. Want we hebben geen vechttype. Fake out, dit gaat oud doen. Maar valt nog mee. Ik ben alleen geflinched. Kijk, hopelijk doet dit wat schade. Anders moeten we overstappen op Water Shuriken. Oké. Hij is ook geflinched dus. Stap maar over op Water Shuriken. We hebben gewoon geen Pokémon die opgewassen is tegen Kangaskhan. Dat is een beetje dullige. Een critical hit de laatste. Dizzy Punch. Ja, nu zijn we confused. Niet? Oh, top. Doe nog maar een keer Water Shuriken. Ik weet het anders ook niet. Anders moeten we het straks maar afmaken met Typhlosion. Nog één? Twee keer maar. Jammer. Ja, deze is uitgeschakeld. Typhlosion. Ga het even afmaken, jochie. Ik heb ook geen idee wat zijn laatste Pokémon is. Of haar laatste Pokémon is. Sorry. Doe maar een Inferno Overdrive.
Ik merk wel hè, dat ik steeds meer ultra moves begin, of althans set moves begin te spelen, of althans te gebruiken, dan in Sun and Moon. Echt veel meer in Ultra Sun and Moon. Bam! Doei Kangaskhan. Level 51. Nice. Een Dewgong. Nou, laten we die Zhuai ook nog even een podium geven met zijn Leaf Blade. Met zijn dikke, vette nieuwe move. Moet dat helemaal goed komen op water. Doe even je Leaf Blade, boy. Laat even zien hoe nice je move is. Leaf Blade. Hoppa. Nou, lekker aanvaltje toch? Aqua Rain. Gooi maar wat water. Het regent. Oh, je geneest jezelf. Heel veel HP zie ik. Heel veel HP. Nou, wat is dit nou weer? Oké. Okay. Ja, heeft geen zin. Hij beschermt zichzelf even. Geneest zichzelf nog een keer. Gekke Dewgong hoor. Nou, gaat nog een beetje met ijs gooien ook nog. Maar, hey Dewgong. De groetjes. Het gaat je goed. Doei. Nou, wat zou hierin zitten? Een escape rope. Zullen we ontsnappen? Ja, laten we het doen. Oh, wacht. Kunnen we hier nou nog verder? Oh, er zit daar nog een uitgang. Oh, goed dat we deze weggenomen hebben hoor. Alleen gaan we nu met Raichu beginnen. Want ik denk niet dat het echt een super slim begin is. Maar Will, nope. Eigenlijk moeten we hier Typhlosion voor hebben. Nou ja, ik zou het niet anders weten. Doe maar gewoon een Thundershock even. Misschien is die wel geparalyzed of iets. Nee. Nou, Typhlosion maak het even af. Kom boy. Yeah, Typhlosion. Oké, okay, één flamethrower en hij is weg. Hoppa. Doei. Groetjes. Want het is een stal steel type. Kom met een Weevil. Laten we blijven staan. Laten we meteen Inferno Overdrive poppen. Ondanks dat hij waarschijnlijk 20 keer sneller zou zijn dan dat wij zijn. Ik denk dat hij ons pakt. Ja. We zijn dood. Oh, 3 HP. Wat zal jij balen. Wat zal jij balen. Oh, wat erg. Wat een lekkere move, hé. Good job, boy. Gas erop. Boom. Doei. Het gaat je goed. Tot ziens. Nou, goed gedaan. Laten we hier ook even naar buiten gaan. Ik heb geen idee wat hier zit. Een TM. Kijk, dat is top, hè. Ga je even bepaalde grotten door, kom je een TM tegen. Dat is altijd top. Met stil. We gaan terug. Oh, wacht. Dan kan je niet lang. Oh, dan komen we weer een Pokémon tegen. En dan hebben we Typhlosion staan met 3 AP. Zo van, hey, wat doe je nou eens? Doe je Golbat. Oh nee, we hebben die Zhuai staan. Maar we gaan hem gewoon even runnen. Doei Golbat. Het gaat je goed. Ik hoop echt dat Lily nu bij de brug op ons staat te wachten om onze Pokémon's te genezen. Anders hebben we een gigantisch groot probleem. Dan hebben we echt een probleem. Please, Lily. Yes! De saver. Lily komt ons redden. Nou, ze heeft het gevoel alsof dit eigenlijk het eerste moment is dat we haar redden. Toen met Nebby. En 3 keer raden wat er nu aan gaat komen. Een groep Murkrows. In plaats van Spearrows. Verrassing. Nou, daar sta je dan hè. Tussen de Murkrows. Oh, je bent niet bang? Je gaat vechten. Oh, je rent door. Topper. Nou, dat was echt eng hoor. Die Murkrows. Ik heb het gedaan. En wij kijken die Murkrows even aan. Ze van, hé hey, jochie, ga even lekker ergens anders spelen. En ze lopen gewoon netjes weg. Ze heeft even onze Pokémon's genezen. Wat lief van de. Nou, kijk. Als het goed is. Zie je, je zag het al. Zijn al onze Pokémon's weer lekker. 100%. Nu is Linkenrock degene die ver achterloopt eigenlijk. Waarom? Waarom? Niet Linkenrock. Nou, mogen we straks weer in de problemen komen, dan deze nugget oppakken. Wegwezen. Mochten we in de problemen komen, dan weten we waar we heen moeten om onze Pokémon's te genezen. Dan gaan we natuurlijk naar Lily. Hé, hey, een Boldor. Ik ga hem denk ik gewoon runnen. We moeten natuurlijk met Champ bezig. Tuurlijk. Een Golbat. Kijk, deze gaan we wel even neerhalen. Want die hoeven we maar 1 rotsaanval voor te doen en is die neer. En hopelijk krijgen we weer 1000 XP ervoor. Dat is echt top. Rockslide. Doe ik al bed. Ja, dit is echt niet moeilijk om deze aanval even te doen. Is die neer? Ja. Hier, 1300 XP. Nou, doe ik wel een rockslide voor hoor. Voor een gemiddelde trainer per Pokémon krijg je maar 2000. Staat er iemand lekker te surfen? Wat is dit nou weer? Weer een Golbat? Nee, weer een Boldor. Hallo jochie. Oké, deze naar beneden duwen. Top. We hebben een Pokéball hier. Kijk, een full restore. Kijk, beuken we deze hier even in. Kunnen we een rondje rennen. Zo, de laatste steen zit er ook in. Maar aangezien we hier een steen heen moesten drukken, zou je vast wel iets spannend zitten. Als we met Taurus er doorheen jagen, dan weten we zeker dat we lekker snel zijn. Maar ook een Pokémon weer tegen gaan komen midden in de botjes. En het is een Boldor again. Nou, die gaan we gewoon vluchten hoor. Vindt wel prima. En een Pokéball. Het is een Duskball. Nou, was het niet echt waard om daarheen te rennen als je het mij vraagt. Oh, maar wacht even. Als het goed is, kunnen wij nu straks een Linkenrock vangen. Of een Lunala, sorry. Maar ik heb geen idee hoeveel Pokéballen we hebben. Ultraballen eerder. Hebben we wel Ultraballen eigenlijk? Geen idee eigenlijk. Dit is best lullig, wist je dat? Een wilde Pokémon. En het is een Golbat. Doei Golbat. Groetjes. Gaat je goed. Tot ziens.
Ja, 1300 XP waarschijnlijk er weer bij. Laat het even zien. Ah, 1235. Ga ik ook mee akkoord. Typhlosion level 52. Lekker, jochie. Ben jij trainer, professor? Even een battletje tegen mij. Kom erop. Magnezone! Ja, ik denk dat Crunch het meeste effect gaat hebben. Hopelijk flinchje. Maar de rest zal ook niet echt veel effect hebben. Het beste wat we kunnen hebben is Typhlosion eigenlijk. Maar ja, als jij mij niet gaat aanvallen, vind ik het prima. Gaan wij gewoon proberen jou neer te crunchen, hoor. Even lekker opsmikkelen. Lekker. Oké, hij begint dus met elektriciteitsaanvallen. Dat is niet chill. Niet cool. Of is dat eigenlijk Flash Cannon wel een elektriciteitsaanval? Betwijfel het. Typhlosion! Laat dat stuk metaal even smelten. Go boy, gooi maar even een lekkere vlammenpulm of zo. Een flavapluum. Hoppa. Bingo. 3000 XP, joh, kanon. Level 57 Gengar. Decidueye level 47. Greninja level 51. Top! Drie Pokémon's even een leveltje omhoog. Volgens mij zijn we er nu. Oh, Team Skull staat hier weer hoor. Of is het geen Team Skull? Oh nee, dit is zo'n Treffle chick, hè? Ja, zie je, dat is geen Team Skull. Nee, Punk Girl Anna. Scrafty! Ja, Thundershock is best wat we even met Raichu kunnen doen, denk ik. Zou het anders ook niet weten. Ja, was te verwachten dat hij ons in één keer neerhaalt. Doe maar Typhlosion of zo dan. Ik zou het anders ook niet weten. Gaan we gewoon maar een dikke harde Z-move gooien of zo. Gooi je Inferno Overdrive. I don't know wat we anders kunnen doen. Gas erop, denk ik dan maar. Go boy! Inferno Overdrive! Boom! Yeah! Oké, doei. Ik weet niet of die dood is. Denk het niet. Of toch wel. Tot ziens. Groetjes. 2000 XP er weer bij. Top. Doei, Punk Girl Anna. Volgens mij zijn we er nu bijna. Maar nu hebben we de stoere boy hier. Even kijken. We moeten even gaan kijken of we bovenop deze berg opnieuw weer kunnen landen. Nee, het ziet er niet naar uit. Maar ja, ik ga toch terug. Want ik moet Ultra Balls hebben. Ik ga niet Lunala vangen met een Master Ball. Dat zou zonde zijn van de Master Ball. We kunnen namelijk straks door die wormholes kunnen we allemaal legendaries gaan zoeken. En dan gaan we dus een Lunala vangen met een Master Ball. Nee, ain't gonna happen. Nou, even wat ultraballen kopen. Kopen, ultrabal. Nee, we hoeven er niet één. We willen er meer. We nemen er gewoon 99. We hebben toch vet veel geld. We hebben echt knijters veel geld. Gewoon kopen. Ik bal hier wel een beetje van dat we niet direct ultraballs gekocht hebben. Want we wisten dat dit zou gaan gebeuren. Dan moeten we namelijk het hele stuk opnieuw naar boven lopen. Shit, ik had deze... Ik ben een gigantische oeliewapper. Ik had de volgende grot in moeten lopen om die rots naar beneden te beuken. Dan had ik hier langs gekund. Oh, wat stom. Dit is echt een domme beginnersfout. Wat is dat stom voor mij. Nou, ik ga even naar die plek rennen. Nou, daar zijn we weer met 99 ultraballen in onze broekzak. Hallo, wil jij even battelen tegen mij? Kom maar even op, ja, wil je? Kom dan, hè? Maar we hebben 99 hele ultraballen. Dat is echt top. Daar gaan we mee winnen. Dat heb ik een heel goed gevoel bij. Nu hebben we een Pangoro, een grote beer. Alleen, hoe gaan we dit handelen? Laten we maar even wat bliksem op hem gooien. Het is de beste move die wij hebben. Maar voor de rest weet ik het anders ook niet. Hij is wel echt cool, hè? Die Pangoro is wel echt een zieke Pokémon. Ik vind wel echt heel tof gemaakt. Vital Throw. Dit gaat pijn doen. Yep. Ja, was te verwachten. Sorry, Lincoln Rock. Waarschijnlijk ga je neer. Het spijt me, maar ik ga je straks wel max revive, ja? Ik zal je laten leven. We moeten even gaan kijken welke Pokémon we gaan gebruiken. Ik denk dat we Typhlosion gewoon even een vlammenwerper op die pandabeer gooien. Typhlosion is gewoon level 52 al, hè? Wat een beest, jongen. Wat een beast. Vlammenwerper. Go, boy. Ja, nu moet hij wel neer zijn. Dacht ik al. Top. Wat is je tweede Pokémon? 2k XP. Lekker hoor. Crawdon. Laten we daar gewoon die Decidueye voor in gooien. Als het goed is, is dat de evaluatie van Corphish. Dan moet je even op zijn naam komen. Tada! De evaluatie van Corphish dus. Doe maar Leaf Blade. Dat gaat hij niet leuk vinden, denk ik. Precies wat ik al vermoed had. Top. Ja, onze Raichu die heeft geen Thunder nog. Dus dat is niet echt super effectief. Hij is wel level 48 al, Raichu. Level 53 Typhlosion. Ja, dus gaat top. Super, nice, blij mee. We gaan weer een brug oversteken. Oh, we moeten hier via die plant ook weer, hè? Dat was het, ja. Kijk, en dan komen we hieruit. Wat konden we hier ook alweer doen? Pokeball halen. Een full heal, top. Laat ik even snel Taurus pakken en er doorheen racen. Go Taurus. Oh, er staat een opa, die wil battelen. Kom opa, battelen jochie. Ah, hij heeft sowieso een vechttype. Nou, wat heb jij? Show me. Het is een Poliwrath. Nice, kijk, hebben we een hele goede keuze, want we hebben Raichu. Komt ie. Nou, Thundershock effectief, maar als wij één harde klap krijgen, denk dat dat iets effectiever is.
Ja, dacht ik al. Oh, niet echt effectief. Nou, toch ben je voor de helft dood, Raichu. Ik hoop dat we heel snel... weten jullie trouwens waar ik snel Thunder vandaan kan halen? Laat even achter in de reacties als je weet waar ik direct Thunder vandaan kan halen. Want dan kunnen we even Raichu Thunder leren. Dan is het een stuk sterker. Ik had eigenlijk Pikachu moeten houden al die tijd. En Raichu pas moeten laten evolueren totdat Pikachu alle moves had geleerd. Maar ja, dat is mijn eigen domme schuld. Oh, hij mist al zijn dynamic punches. Nice. Nou, als Raichu gewoon nog even eentje raakt, die critical is, dan is Poliwrath neer. Oh, wat zuur. Nou, nu moet je hem raken, Raichu. Als je jezelf gaat raken, ben je af. Oh, Raichu. Nice, topper. Even kijken. Nou, laten we even wat dingen gebruiken. Of misschien komt Lily wel. Ik heb geen idee eigenlijk. Oh, nee, uit de bosjes. Uit de bosjes. Komt Lily hier of niet? Want we zijn nu halverwege. Kijk, als we hier de grot in rennen... Dat was een klein stukje verder geweest. Ja, tuurlijk. Peuk hem er even in. Kijk, hoppa. Hadden we gewoon een gigantische shortcut gehad. Oh, tuurlijk. Wilde Pokémon. Ik ga gewoon runnen. Oké. Okay. Nou, we zijn buiten. Komen we Lily hier nog tegen? Nee, oké. Okay. We komen Lily hier niet tegen. Oké, okay, hier is Team Skull wel. Weet je wat? Morgen gaan we verder waar we nu gebleven zijn. Ik hoop dat jullie er alle morgen weer zin in hebben. Druk op het duimpje, mogen ze super awesome zijn. Hopelijk zie ik jou bij een nieuwe Pokémon Ultra Maan morgen. Vergeet hierboven niet te abonneren op de vorige video en de random video. Zeg ik tegen jullie mensen, tot morgen en ciao!